wel. Je hebt je beschermingsmaatregelen nodig om iets met bijen te kunnen doen. Dus ik heb ondertussen een pak aan. Een imkerpak. We gaan even de kassen inspecteren. Vorige week was het te koud en hebben we niet kunnen kijken. Toen doen we eerst rook erin en dan krijgen ze paniekreactie. En dan zuigen ze zich vol met honing en dan worden ze heel loom. Zeg ik het goed? Hij zit op een tweede imkercursus. Dus hij weet het beter eigenlijk. Oh, hij weet het beter. Nee. Okay. Gaat hij open? Oh, oh. Dus laten we het vallen. Oeh. Oh, hier valt daar zitten ze allemaal. Ik til de honingbakken er maar af, hè. Niet, hoeven niet te kijken in de honingbakken? Nee, daar zit ook een moerroosje tussen. Oh ja, dat gaat. In het midden is het broednest van de bijen. En naar buiten toe is het voer voor de bijen, het stuifmeel. Dat zit vast nog. We kijken met z'n allen nu in de bijenkast, waar het krioelt van de bijen. We gaan nu op zoek naar. Hier zit een open speeldop. Daar hebben ze nog geen koningin aangemaakt. En die halen we eruit, omdat we... Anders volgende week weer... Anders hebben we te veel koningin en dan gaan ze weer zwermen. Dat willen we niet. Kijk eens hier, wat een achterlijf. Achterlijf. Hier is de koningin. Zie je, met een heel lang achterlijf. En in deze dagen legt ze 1500 tot 2000 eitjes per dag. En dat kan tot anderhalf keer haar lichaamsgewicht zijn. Ja. Sonja Copijn, ja, bijen en bedrijven, wat hebben die met elkaar? Ja, omdat mensen behoefte hebben om zich te verbinden met de natuur. En we weten dat bijen het moeilijk hebben. Er zijn veel acties voor bijen. Maar dit zijn de dappere mensen die zeggen van, en we willen het ook zelf doen. Maar we hebben hier een enorm fanatiek bijenteam. Die heel goed samenwerken en soms 's ochtends voor dag en dauw in de kasten verslepen en naar de hei gaan, naar de kersen gaan. Om het zelf mee te maken, om het zelf te doen. Ja, het is in ieder geval iets anders dan een potje bowlen met je collega's, hè? Ja, zeker. Ja, dit is echt... Het grappige is dat je heel erg bewust wordt van de natuur, van de bloesem en alles. Ik heb van deze aflegger heb ik van de week een weekje thuis gehad in de tuin, want hij moest even op afstand. Een aflegger, even vertellen? Ja, dus dat is we hebben dan een volkje gesplitst en hebben een eigen volkje gecreëerd. Aha. Met twee gesloten koninginnencellen. Dus stond hij een hele week bij mij in de tuin. En dan ga je gewoon gelijk in je hele omgeving kijken waar de bloesem is en wat er bloeit en of het wel genoeg is en of er water is. Ja, en dat is bijna wie het aanwijst. Dus je let heel erg op het weer. Dus het is wel heel grappig dat je echt zo heel erg bewust wordt van de natuur door... Ja, die beestjes in de gaten te houden. Zijn het dan ook dat soort mensen die zich daarvoor aanmelden? Want ja, jullie gebouw zit natuurlijk helemaal vol met alle mensen die achter computers zitten en keihard aan het werk zijn. Ja, maar er zijn ook wel heel veel mensen van de bank die een eigen moestuin hebben. Of twee mensen van de bijenteam die doen ook in hun eigen woonplaats een bijencursus. Eventjes tussendoor, wat doet u normaal gesproken? Ik ben interne relatiemanager bij Landbouw en Voeding. Kijk. Dus vandaar ook wel enige relatie met... Met de bijen. Ja, zie je met de bijen, ja. Dit volkje is bij Joke gaan logeren met twee dichte doppen. En die zijn waarschijnlijk uitgekomen. Maar inmiddels hebben de bijen toch een noodvoorraad koninginnen aangelegd. Die we nu weghalen omdat het anders het volkje zich helemaal leeg kan zwermen. En Sonja, weten we helemaal zeker dat er een koningin in zit? Daar gaan we vanuit. Niet helemaal zeker, daar gaan we vanuit. Ik loop achter Ted van den Berg aan, die een bij uit zijn haar probeert te krijgen. Een bijensteek af en toe is heel gezond voor mensen. Dat weet is dat zo? Ja. Oké. Okay. Nou, ik hoop het toch gespaard te blijven vandaag. Overal goed voor. Overal goed voor. In de tuin dus bij het Triodos Bank. Jullie hebben een speciale binding juist ook met die bijen. Wij doen ook echt wat. Ik vind het heel belangrijk dat er goed onderzoek naar wordt gedaan. Naar de situatie waarin de bijen nu verkeren. Er komen steeds minder imkers die zeer ervaren zijn, die veel praktijkervaring hebben. Dus dat is ook een bron van zorg. Maar er zijn natuurlijk meer zorgen. Ook ons toenemend gebruik van chemicaliën in de landbouw is een bron van zorg. Nou, de enige manier om daar echt grip op te krijgen is dat zeer gerenommeerde wetenschappers in verschillende disciplines daar onderzoek naar doen. Die onderzoeken met elkaar vergelijken en proberen tot heldere conclusies te komen. Daar maken jullie je hard voor. Maar ja, oké, ondertussen wordt er ook gewoon hier in de tuin zelf gewerkt met die bijen. Ja. Is dat om meer dat bewustzijn dan ook duidelijker te maken? Ja, wat nou het leuke is van bijen houden, is dat je zo gaat samenleven met de natuur. Zo gaat letten op het weer, zo gaat letten op bloemen die er zijn of niet zijn. Als je op kantoor zit, dan het enige wat je interesseert is of je nat thuis komt of droog thuis komt als je 's avonds naar huis fietst.
het bijen houden zelf brengt ons veel dichter bij de natuur. Het onderzoek brengt ons dichter bij de kennis die we nodig hebben. En zo hopen we toch over een relatief korte tijd een aantal belangrijke stappen te hebben gezet. Ik ben sowieso een natuurliefhebber, dus dat is al een van de basis om in ieder geval zoiets te doen. En daarnaast op enig moment het besef dat de bijen zo essentieel zijn voor ons bestaan. Dat ik dacht van ja, ik kan natuurlijk niet zo iets voorbij laten gaan. We hebben een uitnodiging gedaan om mee te doen aan de cursus vorig jaar al. En dus ik heb nu één seizoen erop zitten. Ze zijn vorig jaar begonnen. En u was een van de eerste grondleggers. Ik was een van de eerste inderdaad met deze cursus. U kwam achter uw beeldscherm vandaan om eens... In de tuin te kijken, ja, met de bijen. Maar het was wel heel spannend ook om het nu zelf te doen. Ja, de theorie is leuk en dan dingen leren over hoe het met bijen werkt, dat is ook heel goed. Maar om het zelf te zien en om te beseffen wat hier gebeurt, dat is wel heel erg mooi om dat van dichtbij ook mee te maken. Ja, we zien dus dat het volk groeit in ieder geval. Nou ja, dat is zeker duidelijk. En als je kijkt naar de hoogte van de kast daar, dan zeg je, nou ja, het gaat dus ontzettend goed hier. Ja. Dat is,